Zonder duurzaamheid is er geen toekomst, is er geen economie, is er geen financieel systeem. Duurzame bankieren, het is echt een no-brainer. Wij hebben voor het grootste deel van onze kredietportefeuille voor 5 sectoren CO2-reductiedoelstellingen gezet. Dat is dus de basis. Dus je moet gewoon zorgen, in eerste instantie waren die lineair, die hebben we weer verder aangescherpt met steeds meer met de tools die dan beschikbaar zijn. In parallel daaraan is het ook voor ons belangrijk dat we blijven kijken niet alleen naar klimaat, maar ook naar klimaatadaptatie en biodiversiteit bijvoorbeeld. Eigenlijk is de bank oorspronkelijk ontstaan voor klimaatadaptatie. In 1953 was er een watersnoodramp en toen moesten er heel veel herstelwerkzaamheden gefinancierd worden. Daarom is in 1954 de bank opgericht om de herstelwerkzaamheden te financieren. In de 3,5 jaar dat ik voor de bank werk, heeft er veel ontwikkeling plaatsgevonden op het gebied van duurzaamheid. Een aantal jaar geleden is de strategische keuze gemaakt om nog een extra schoen te geven aan die verduurzaming. En toen is mijn functie in het leven geroepen. En zo in die tijd, in de 3,5 jaar dat ik hier werk, zijn er steeds meer mensen gekomen die eigenlijk bijna fulltime met duurzaamheid bezig zijn in de verschillende afdelingen. Sinds kort bieden we een aan duurzaamheidsgekoppelde lening. Dus dan krijgt een klant wat rentekorting om duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Vind ik superleuk, want dat hebben we zowel gedaan op een klimaatdoelstelling als een diversiteitsdoelstelling. Dus ook het sociale aspect meteen meegenomen en een biodiversiteitsdoelstelling. En dat is gewoon echt een positieve prikkel die wij kunnen gebruiken voor onze klanten.